Yo mensen, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Wij zijn op dit moment op locatie en we hebben hier wat leuks voor jullie. Namelijk Nederlandse bommen, of Nederlandse nitraten, hoe je het wil noemen. Natuurlijk Nederlandse rotjes van Rubro. En de laatste keer dat wij deze hadden afgestoken, was namelijk op die laptop die we probeerden kapot te maken toen. Kwamen we er eigenlijk achter. Voor rotjes zijn ze zeker goed. Van Rubro. Gaan even openmaken. En die gaan we vandaag stoken. Ik denk dat dit wel een van de beste rotjes zijn van Rubro. Ja man, en daarom gaan we dat ook even testen. Door zometeen... Super hard. Oh, daar pleurt er al eentje. En ze zijn echt... niet in te drukken. Nee man, maar ze zijn heel raar. Want normaal, kijk, ik herinner ze dat ze gewoon een soort van in verpakking zitten. In dat rode papier. En dat er ook gewoon een CE-keurmerk op staat. Maar deze is gewoon, er staat helemaal niks op. Heel raar. En natuurlijk, als wij gaan stoken, blijven we natuurlijk niet alleen maar met rotjes van... Van Rubro. Gaan we natuurlijk niet alleen met rotjes van Rubro op pad. We hebben namelijk ook wat leuke andere knallers. En zullen we die even pakken? Of... Dus die wordt nu naar me toe gegooid. Even wat kijken wat er precies in zit. Deze, we laten niet alles zien, maar wc-rolletje. Ja. Die is ziek. 2 weken geleden mensen hadden we deze ook en die knalde toen in de compilatie. Als jullie die video nog niet hebben gezien, check sowieso hierboven even bij kaarten even die video. Dus die compilatie en dan hadden we deze polsen. Toen knalde deze en... Omdat hij pols is, misschien is dat wel zo. Waarschijnlijk kon de druk niet weg. Klopt. Maar hij is wel mooi. Nou ja, 8 meter afstand. Volgens mij is dat, nee, dat is niet te hoog. Het draait even om deze rotjes van Rubro. Er staat op Super Thunder. Het zou heel zonde zijn als deze verboden worden. Maar wij hebben er nog heel veel van. Dus komend jaar ook nog. Amen. De eerste. En er zitten er een paar aan elkaar geplakt. Ja. Stel je voor dat met nitraten was, hè? Lekker bom. Super gevaarlijk. Zo, wegwezen. Nou, helaas. Nou, er gingen er maar 2 af. Maar goed. We hebben er heel veel in het tasje zitten. Nog, 2 aan elkaar. 3. Ja. Ja, toch knallen ze lekker. Ik denk dat ze zachter gaan. Een shockie. Een shockie. Doe dit niet thuis na, mensen. Zo, er kwam gewoon een mug voor die camera op dat moment. 2 tegelijk in de lucht. 2 tegelijk in het luchtje. Het regent ondertussen, mensen. Dus sorry als er soms wat slechte beelden zijn. Ja, nog een shockie. Nog een shockie. Van dat camp. Dat is echt uitmaken. Yes! Toch een kleine stooksessie, hè? Weer 100 muggen minder. Ja, mooi. Met lijm afgewerkt en het begint te regenen. Ja, ze gaan anders. Ze gaan echt anders. Hoppa, lekker stoken. Uit de doosie. Niemand die dit hoort, joh. Oh. De weigeraar. Uit de doosie. Die andere is niet afgegaan. Ja. 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 Halleluja. We kunnen ook heel veel bij elkaar doen, man. Ja, kon doen dat. Wat we vroeger ook altijd deden in de compilaties. Altijd lachen. En voor iedereen die het weet, het is op dit moment zomer. En de echte grotere video's komen natuurlijk nog aan. Dus ga niet denken dat dit het is voor ons. Want ja, als jullie nog gekke video's willen zien van stoken. 2 weken geleden hadden we een stookcompilatie. Oh. Met Cobra 8. En muggen. Ja, vuurwerk stoken met muggen. Daar gaat die mensen. Kijk uit. Dat gaat echt de helft niet af. Ja, de helft gaat niet af met die nieuwe rotjes, man. Maar deze keer ook moeilijk breken, man. Oh, let me. Herkansing. Nou. Gaat die? Kijk uit, weg daar, hand weg anders. Zo.
Schoot een stuk ook hier naartoe, man. Huh? Nee, ik zeg eerlijk, man. Die rotjes uit Nederland stellen niet veel voor, man. Die was waard. Ja, dat is één, dat waren twee. Rotje in de shock. Rotje in de shock, ouderwets. Heel vaak kraan natuurlijk. Wow. Oké. Die was lijp. Lappe shit. Ja, die was ook weer hard. Nou, niet hard, maar gewoon. Zijn goede dingen hoor. Maar ik koop er niks bij hoor. Ik koop er niks bij, hè. Stooksessie. Yo, we hebben er nog een paar. Kleine stooksessie. Het is echt alsof we een klapperspistool. Voor mij is een knetterlint harder, man. Ja, ik kan best. Toch waren ze niet hard. Of in een woonwijk klinken ze hard. Wat zat, niveau. Mensen, als je deze met oud en nieuw in je straat hebt, maak je wel echt, ben je echt een bom, jongen. Nou, de laatste. FP3'tje, naar de camera. Ja mensen, zoals jullie zagen, het riet is op dit moment super droog. En als die vlam van die FP3 kwam, zag je gewoon dat het riet in de fik gaat. En we hebben het nu gewoon even netjes ook even allemaal uitgestampt, wat water eroverheen. Dus als jullie gaan stoken, let daar wel op. Want op dit moment is alles super droog in de zomer natuurlijk. En je wil natuurlijk niet op je geweten hebben dat er bijvoorbeeld een bosbrand van komt. Let's go, volgende stooksessie. Nou mensen, we hebben hier een mooi fonteintje. Die gaan we maar even doen. Dan word je helemaal aangevallen door muggen. Vorige keer knalde die. Ja, dus ik zou zeggen, fik erin. Ja man, kijk even dat niet. Erg benieuwd naar deze. Ik denk wel dat hij gaat knallen. Heb je andere ook gedaan? Ik ben benieuwd. Nou. Hey. Hij was wel, hij ging wel hoog. Ik denk metertje of 6. Nice. Die heeft niemand gehoord. Nou, dit is in ieder geval de eerste die niet geknald is. Gelijk een nieuwe dummy erbij. Zwarte vlinder. Er zit een hele dikke gipsbom in. Dus dat is wel het kut aan deze knaller. Nou. Die viel tegen, jongen. Ja. Ik had meer verwacht. Ja, man. Die viel echt tegen. Maar goed, wat hebben we nog meer? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar dat ene vlindertje wat erin zit. Of laten we even al het alle illegale even pakken, man. Yep. Het is echt poep geworden, mensen. Dan kan je gewoon... Oh, die is wel heel dicht, hè? Nou, dat valt mee. Zo. Het zou me niks verbazen als die Nederlandse... FP3. Dat zijn de 2,1 gram. Dat zijn de nieuwe, CE. Zie je? Hé, hey, je vloog hier iets helemaal heen, man. Hé, hey. Moet je zien. Ja, we gaan even twee FP3's doen. Oh, deze heeft twee lontjes. Wat de fuck, dat is raar.
Ja, die is uit, hoor, Fien. Nee, nee, sowieso niet. Nee. Eén van de gaat wel af. Jouw is uit. Oh. Ah. Oké. Okay. Zo, kijk die bubbels. Nou ja, dat... Terwijl ik die van mij later gooide, hè? Zegt hij tegen mij dat die van mij uitgaat? Ik had een rotje, om het af te leren. Ja, gooi hem hiervoor. Ze zijn best lekker, hoor. Ja, maar deze knalde niet. Jawel, toch? Deze ging niet goed. Jawel, die ging wel goed, vriend. Je bent gewoon niet harder gewend. Hier zit ook een soort titanium, weet ik veel. En zoals de mensen ook al weten. Ze zijn niet de originele, trouwens. En ze komen niet uit Nederland. Nee. Maar we wouden nog een leuk soort bij je hebben. Dus, met titanium. Paramaniac. Zie je? Die zijn toch wel ziek. Dit zijn de neppen, maar 5 euro voor 20 stuks. Top. Ja, funken. Ja. Funken. Riet is wel droog, hè? Tja. Nou, die was hard tot nu toe. Die ging maar nog harder als die butterfly. Wat hebben we hier? Nou, we hebben hier weer even... Funken. Twee mooie funken vlindertjes. Die zijn nog wel hard allebei, man. We hebben net ook getest. Kijk, een bom, hè? Heerlijk knalpijpie. Uitstampen. Ja, mensen, dit was alweer de video van vandaag. Er wordt ondertussen alsnog een knalpijpje afgestoken. Ik hoop dat jullie het een zieke video vonden. De muggen hopelijk ook. In ieder geval, we hebben wat leuke dingen voor jullie gestookt. Er komen natuurlijk ziekere beelden aan. We hebben volgende week weer een dikke stookvideo voor jullie online. Alleen af en toe moeten we natuurlijk ook even zulke video's knallen. Want wij stoken eigenlijk altijd. Ook als er geen camera's zijn. En eigenlijk wil ik gewoon, ja, of het nou een avondje is dat we Cobra 8 afsteken of shells. Of dat we rotjes afsteken. Ik wil jullie gewoon meenemen. Dus ik hoop dat jullie het alsnog een leuke video vonden. Doe even een like omhoog. Ik hoop dat jullie ook nog rotjes in huis hebben. Want over een tijdje worden ze verboden. En ja, daar kan je ze helaas niet meer in bezit hebben. Of in ieder geval niet meer kopen. Dus ik zie jullie volgende week bij een nieuwe video om 12 uur. Later.